Isaac en Rebekka hadden twee zonen. Hun oudste zoon, Esau, ging elke dag naar buiten en genoot van zijn favoriete hobby, jagen. Echter, hun jongste zoon, Jacob, genoot ervan om zijn moeder Rebekka te helpen. Op een dag kwam Esau terug van de jacht en had hij erg honger. In die tijd hielp Jacob zijn moeder met het koken van linzenstoofpot. Something smells good. Jacob, I ran around all day hunting and I'm starving. Quick, let me have a bowl of that lentil stew. Esau, I can't do that. Father hasn't had any yet. And all the other family members are also hungry from taking care of the flock. Jacob! Are you disregarding your older brother? Give me a bowl of that lentil stew now! Esau, then will you give me your birthright? If you say yes, I'll give you a bowl of lentil stew. What? You want to exchange it for my birthright? Sure! I'm sick of hearing mother nagging me about doing the work of the firstborn. You have to take care of the sheep. Did you dry the grain? Sheep, grain, sheep, grain. Oh, I'm so hungry. Sure, Jacob. My birthright, you can have it. Now, give me some of that lentil stew. Esau leefde alleen voor zijn plezier, in plaats van zijn vader en moeder te helpen met het huishouden als de eerstgeborene. Als resultaat verkocht hij zijn eerstgeboorterecht voor een kom linzenstoofpot, niet in staat om zijn honger te verdragen. Het was omdat Esau zijn geboorterecht verachtte. Na verloop van tijd werd Isaac oud en zwak en kon hij niet meer goed zien. Hij wil Esau, zijn eerstgeborene, zegenen voordat hij stierf. Will you really bless me, your son Esau? Father, I will go hunting right now. My son, with a young goat, I will prepare some tasty food for your father, so that he may eat it and give you his blessing. Rebekka maakt het smakelijke gerecht klaar. En Jacob gaat naar zijn vader met het eten zoals zijn moeder hem geboden heeft. Isaac eet het wildbraad en zegent Jacob. Nadat Isaac klaar is met het zegenen van Jacob, bereidt zijn broer Esau wat lekkers voor met het wild dat hij heeft gevangen en brengt het naar zijn vader Isaac. My father, eat some of the game that I hunted, so that you may give me your blessing. Who are you? I am your firstborn Esau. What did you say? Who was it then that hunted game and brought it to me? I ate it just before you came, and I blessed him. And indeed, he will be blessed. Father! Do you mean that you blessed Jacob? God allowed it to happen. That deceitful Jacob! He's taken my blessings! My blessings! Jacob! Jacob has taken away my birthright. Now he has taken away my blessings. My father, father, where are your blessing reserved for me? Have you no blessings left for me? Have you no blessings left for me? Esau besefte de waarde van zijn zegen pas nadat hij het had verkocht voor een kom linzenstoofpot.
Hij vroeg om een zegen en vergoot tranen van berouw. Het was echter al te laat. Gods zegen werd gegeven aan Jacob, die veel zorg had gedragen voor de erfenis van zijn familie, met geduld en gehoorzaamheid aan de woorden van zijn moeder. Voor Jacob, die het eerstgeboorterecht heeft ontvangen, opent God de hemelse deur en toont hem een trap die naar de hemel reikt en belooft hem een grote zegen.